2. Goedemorgen. Ik ben gisteren met het mooie weer, toen was het nog zonnig, ben ik gaan fietsen met mijn zoon, ijsje gaan eten. Maar de wind had ik een beetje onderschat. Ik had wind tegen. Ja, dan is het trappen, hè. Omhoog trappen, ja. En nu is het de hardere trappen nog, denk ik. Het is echt wel goed voelbaar, maar die is gedraaid naar het westen meer. Ja, nu is het binnen blijven, zie ik. Zachtere lucht. Ja, er is zachtere lucht binnengecijpeld. Je zult het misschien vanmorgen wel gevoeld hebben, dat als je buiten kwam. Ja. Dat, de regenwolken hebben er ook voor gezorgd dat het minder fel afkoelde vorige nacht. En dus zitten we met redelijk wat wolken. Daar valt nog een... Oh, moet jij een beetje drinken hebben? Zal ik... Ik ga... Een beetje gebies eruit. Nee, maar het is niks. Ik ga even iets halen voor u. Momentje. Oh, verdorie. Ik ga het doen. Ja, we hebben geen water in de studio staan. En ik heb ook geen test gedaan met ketchup dit hier, keer. Hier, Sabine. Anders, zal ik anders het weer voorlezen? Dat is echt een hele grote droom van mij. Ja, maar nee, maar ik doe hier kmi.be open, hè. Voilà. Alsof het zo makkelijk is. Nee. Dus vandaag, maar... Ja, maar doe even op je gemak. In Vlaanderen is het dus al droger. Voilà, dat wilde ik je zeggen.
En dus zijn er ook al een paar opklaringjes geweest. Het stelt nog niet veel voor. Het zijn zo'n paar kleine streepjes zon. En dus vanmiddag eigenlijk blijft het in Vlaanderen wel droger. Maar vooral over de Ardennen, daar hangen niet alleen wolken, maar daar valt af en toe nog een beetje gemiezer uit. Dus een beetje lichte regen, motregen, dat kan nog. Mm-hmm. Temperaturen, straks 14 graden aan zee tot 17. En dan daar waar de zon er wat meer doorkomt, misschien wel 18 graden. Dus toch wel zachter dan gisteren. En dan voor vanavond en vannacht is er alweer een storing of een beetje wat er van overblijft. Het is een zwak geval. Dat geeft veel wolken over het noorden van het land met misschien nog een spatje regen. En over het zuiden zijn er nog een paar opklaringen. Maar later overal terug die lage wolken. Temperaturen tussen 5 en 9 graden. En dan morgen starten we grijs. Droog ook, of toch grotendeels droog. En dan komt de zon er stilaan meer en meer door vanaf de Franse grens. Dus het noordoosten, de provincie Limburg bijvoorbeeld, kan het wel duren tot na de middag, alvorens die zon er wat meer gaat doorkomen. En we gaan opnieuw tot 16, 17 graden. Aan de kust wel wat koeler met zo'n 11, 12 graden. Maar eigenlijk voor dat verlengde weekend ziet het er nog zo slecht niet uit, want zondag is er veel zon, wat sluierwolken. De loop van de dag wat stapelwolken. En als er een bui valt, zal dat in de Ardennen zijn. Dus de rest van het land eigenlijk blijft het droog. Tot 18 graden. En dan maandag ook grotendeels droog. Als er buien vallen, zal dat in het zuiden van het land zijn. En opnieuw zon. Loopt vandaag wat stapelwolken. En we gaan tot 18 of 19 graden. Weinig wind ook. En voor dinsdag, in de loop van de dag wordt de kans op een bui al iets groter. Licht wisselvallig tot 17 graden. En die wind draait dan naar het noorden. En dan wordt het kouder. Voilà, dan wordt het alweer kouder. Woensdag niet meer dan 13 of 14 graden. Wow. Met redelijk veel wolken over het noorden. Wat meer zon over het zuiden, maar wel droog weer. Ook dinsdag blijft het droog. En dan komt de zon er opnieuw meer door. Brede opklaringen. Die wind draait iets meer naar het noordoosten. Daar doen we ons voordeel mee. Maar dan gaan we terug naar 16, 17 graden. En ook voor vrijdag een graad of 16. Dus ja, het jojo-effect, het zit nog in onze weerberichten. Het zit ook op een weegschaal. Voilà. Bedankt voor die toevoeging, Anne. Dat is niks. En Sabine, fijn lang weekend. Ja, jullie ook, hè. Merci. 119 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Drie kwartier file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Oudergem. Daar is een ongeval gebeurd. Op andere plaatsen op de ring maximum 10 minuten extra. Langzaam naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E19 een half uur erbij. Filegolven vanaf Minderhout. Op de E313 meer dan een uur filegolven tussen Herentals-Oost. Dat komt door een defecte vrachtwagen voorbij Herentals West. En daar. En ook nog een ongeval in Wommelgem. Amai, E313 is dus te mijden. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent, tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En ook op de E40 van Veurne naar Jabbeke, 10 minuten extra tussen Middelkerken en Gistel. Dat komt door werken. Radio 2. Radio 2, Anne en Daan.